Vandaag laat ik je niet alleen zien wat ik normaal gesproken op de computer doe, maar ik neem je ook nog even mee achter de schermen. En wat zit hier dan achter? Dat is het project van vandaag: een modelauto. Een mooie McLaren F1, zo'n auto die je misschien als kleine jongen als poster boven je bed had hangen. Ik in ieder geval wel. Uh, en vandaag maken we dat soort posters gewoon helemaal zelf. Ik ga je zo meteen laten zien wat ik allemaal gedaan heb, want dit is opgebouwd en je ziet hier eigenlijk vrij weinig auto. Dat komt omdat hij helemaal is ingekapseld. Uh, hij staat ook op een verhoging, is niet voor niks. Ga ik je zo ook vertellen. We gaan gewoon stapsgewijs even door de dingetjes heen. En vervolgens ga ik je laten zien in de computer wat ik eraan doe. Een klein kijkje dichterbij waarin je gewoon net wat beter inzicht hebt in wat er nou vandaag te fotograferen is. De auto staat op een mooi nieuw stuk zwart karton. Dit is toch gewoon het schoonste en dat scheelt mij dadelijk het meeste: Photoshoppen. En hij wordt van bovenaf verlicht met een hele grote ledlamp van ongeveer 60 centimeter in doorsnede. Uh, dit zorgt voor een heel mooi licht over de auto zodat er lange lijnen op het plaatwerk ontstaan. De auto staat op een plank en dat is niet voor niks. Deze plank staat op twee kleine doosjes en dat betekent dat er namelijk nog een klein lampje onder kan. En dit lampje zorgt ervoor dat de achtergrond verlicht wordt. Dit wordt namelijk gescheiden van mijn voorgrond omdat dat net iets mooier uitkomt. Dit is bijvoorbeeld een foto met de achtergrondverlichting en hierop is de achtergrondverlichting uit. Je ziet dat de auto dan als het ware wat meer loskomt. En die twee spuitbussen aan de zijkant, die staan er ook niet voor niks. Die staan er namelijk om een klein stuk wit papiertje, of kartonnetje in dit geval, tegen te houden. En dit karton zorgt ervoor dat er licht van bovenaf voor op de zijkant gereflecteerd wordt. En dit zorgt voor bijvoorbeeld net een beetje invulling op de velgen. Kijk maar eens naar deze foto. Dit is met de reflectieschermen, en dit is zonder de reflectieschermen. Nu heb je een klein beetje een inzicht in wat ik allemaal heb gedaan en hoe ik het heb opgebouwd. Is het eigenlijk tijd geworden om te gaan fotograferen? Ik gebruik hiervoor een 100 mm macro lens. Ik kies voor een wat langer brandpunt omdat ik dan een wat mooier perspectief krijg en in combinatie met de macro functie kan ik toch lekker dicht bij scherp blijven stellen. De instellingen van mijn camera zijn als volgt. Ik fotografeer op 5.6 en met een tiende aansluitertijd. Mijn ISO dat blijft gewoon lekker 100. Dankzij die tiende sluitertijd moet ik er wel voor zorgen dat ik natuurlijk een statief gebruik. Maar zo lui als ik ben, doe ik dat natuurlijk. En daar gebruik ik ook gewoon een draadontspanner bij. Dit zorgt ervoor dat ik mijn fototoestel niet hoef aan te raken tijdens het fotograferen. En kan ik gewoon lekker doorgaan. Tijdens het fotograferen verleg ik iedere keer een klein beetje de focus. En dat doe ik niet voor niks. Ik fotografeer op een diafragma van 5.6 en heb daarmee wel een bepaalde scherptediepte, maar ik wil dadelijk een scherptediepte die van voor tot achter scherp is. Ik wil vanaf de velgen tot aan de achterste spiegel scherpte. En ook op een hoger diafragma zou ik dat eigenlijk net niet kunnen bereiken. Dus door iedere keer de focus wat te verleggen, ga ik dadelijk in Photoshop al die foto's op elkaar leggen. En ga ik zo een ultieme scherpte diepte creëren. Zodat het dadelijk net lijkt alsof het een echte auto is. En dan wordt het tijd om wat in Photoshop te gaan doen. Dit zijn uiteindelijk de negen foto's waarmee ik aan de slag ga. De eerste foto is de foto die helemaal scherp is op de velgen, en de laatste foto is de foto die eigenlijk achteraan scherp is. Hoe gaan we dit nu combineren tot één grote scherpe foto? Vrij simpel. Ik heb het al een keer uitgelegd in een filmpje over foto's stapelen. Dat kun je hierboven bekijken. Maar ik ga gewoon naar Photoshop bestanden laden in Photoshop lagen. Ik ga niet iedere foto apart openen in Photoshop. Nee, ik ga ze allemaal in één keer openen en het wordt één groot document met allemaal nieuwe lagen. En als Photoshop daarmee klaar is, dan zie je dit resultaat. Ik heb rechtsonder heb ik al mijn lagen staan met de eerst geschoten bovenop en de laatste geschoten onderop. Nou, je ziet het verschil in scherpte. Hier is het kleine spiegeltje helemaal achterop scherp en bij deze zijn de velgen scherp. Wat ik nu ga doen, ik ga alle lagen selecteren en ik klik bij bewerken op automatisch uitlijnen. Wat Photoshop nu gaat doen, zijn de lagen net iets lekkerder op elkaar leggen. Natuurlijk heb ik van statief gewerkt, maar toch kunnen er wel eens hele kleine verschillen in zitten. Ook door het verschil in scherpstellen uh, kan er af en toe een klein beetje verloop zijn in de positie. Maar Photoshop kan dat gewoon prima corrigeren. Duurt ook wel weer even, komt omdat de foto's zo groot zijn. Oké, okay, is ook weer opgelost. Goed, ik moet nog steeds zorgen dat allemaal lagen geselecteerd zijn. Dus als ik nou nergens aankom, dan blijft dat zo. En ik ga vervolgens naar bewerken automatisch overvloeien en dan afbeeldingen stapelen. En wat Photoshop nu gaat doen, nu gaat Photoshop kijken waar het allemaal scherp is. En gaat gewoon bepalen welke scherpe delen ik dadelijk te zien krijg. En ik krijg dadelijk dus mijn superscherpe foto van voor tot achter. En dit is wat Photoshop er uiteindelijk van gemaakt heeft. Je ziet dat al mijn lagen allemaal een laagmaskertje hebben gekregen. om zo aan te geven wat er wel en wat er niet zichtbaar is. En dat loop ik even met je door. Bovenop een laag die ik gewoon weggooi. Daar heb ik niks aan. Dit is bijvoorbeeld de voorste laag. De tweede laag. De derde laag. De vierde laag. En dat allemaal gecombineerd. dat vormt bij elkaar gewoon de hele auto. Nu is het belangrijk dat Photoshop zijn werk natuurlijk goed gedaan heeft en daarom loop ik hem eigenlijk gewoon eventjes door om te kijken of hij van onder tot boven scherp is. Soms zitten er namelijk wel eens hele rare vlekken in en dan moet je dat even handmatig corrigeren. Nou, ziet er op zich wel goed uit. Ik maak vervolgens een nieuwe laag aan voor het meest vervelende karweitje en het meest tijdrovende karweitje wat er is. Dat is het stof verwijderen. Ondanks dat ik gewerkt heb met een uh, auto die eigenlijk gewoon gloednieuw uit de doos kwam, komt er toch altijd nog wel een klein beetje stof op. Ja, ik heb ook nog gewoon met een kwastje even over de auto heen gegaan en met een, uh, een klein balletje met lucht. Maar je ontkomt er nooit aan dat er stofdeeltjes op zitten. En je ziet eigenlijk gewoon al stiekem hoeveel er op, uh, op een auto zit. Waarschijnlijk is hij ook gewoon statisch. Maar dit moeten we dus gewoon allemaal wegwerken. Ook dit is gewoon een zeer tijdrovend kabijtje. Maar ga je dadelijk een grote afdruk maken, dan loont dit zeker de moeite waard. Voor een internetfotootje, ja, dan zou ik het misschien nog laten zitten. Maar tot die tijd uh, voor groot werk haal het er gewoon netjes af. En dat doe ik heel simpel met het kloongereedschap. En dus wel in een nieuwe laag. Laat ik die gewoon voor de aardigheid even klonen noemen. Want dat betekent, als ik dat in een nieuwe laag doe. En ik pak een monster van alle lagen. Dat is belangrijk. Als ik bijvoorbeeld zeg: van nou, ik wil dit hier naartoe klonen. Nu heb ik dat dus op deze losse laag klonen staan. En kan ik dat altijd nog gewoon bijvoorbeeld met een. Eraser of het gummetje gewoon weer weghalen. En als ik met het gummetje over de auto heen ga, dan zie je dat er gewoon niks gebeurt. Maar ik moet dus al deze stofdeeltjes even aanpakken. En je ziet, het zijn er heel wat. Dit is dus gewoon een werkje wat misschien wel een kwartier of een half uur kan gaan duren. Ik zal je matsen. Ik zal niet het hele proces aan je laten zien. Maar je snapt een beetje wat de bedoeling gaat worden. Oké, okay, ik heb uh, nou, uh, toch wel een kwartiertje gespendeerd aan het klonen van alle stofdeeltjes op de auto. En als je alleen de laag laat zien, dan zie je dat dit het resultaat is van mijn klonen. Hij ziet er een stuk beter uit. Ik ga nu een uitsnede bepalen. En ik zoom nog even een klein stukje verder uit. En hoe ga ik een uitsnede bepalen? Ga ik ook met een nieuwe laag doen. Je kunt normaal gesproken gewoon je foto kroppen en dan zeggen van that's it. Alleen vervelend is als je later ooit nog een keer terug wil, dan kan dat niet. Dus ik maak een nieuwe laag. En die noem ik krop. En ik pak gewoon mijn marqué tool. Met een vaste verhouding van 3, 2 zou ik bijvoorbeeld uitkomen op, uh, op iets van dit. Dat vind ik niet fraai. Ik vind er eigenlijk gewoon te veel bovenkant en te veel onderkant aan zitten. Dus ik hou gewoon lekker een normale vorm aan. En ik ga gewoon een kader selecteren. Een kader waarvan ik denk van, nou, dit zou wel eens kunnen gaan werken. En vervolgens inverteer ik mijn selectie. En dan heb ik een stukje geselecteerd boven en een stukje geselecteerd onderover. En ik ga dat vervolgens vullen met 50% grijs. Kan ook met de sneltoets Shift F5 overigens. En met Ctrl-D heb ik mijn selectie weer op. Dit is dan dadelijk zoals de foto gaat worden. Dus wat er achter het 50% grijs zit, dat boeit me eigenlijk niet zoveel. Dat kleine randje hieronder van de houten plank die eronder lag, ik wist op voorhand al dat ik het dat gewoon af ging snijden. Dus daar maakte ik me bij het fotograferen al niet zo'n zorgen over. En je ziet als ik dadelijk de foto krop tot dit formaat, dan heb ik gewoon uh, geen last meer van die rand daaronder. Ik ga hem dus ook niet wegklonen. Ik ga daar geen tijd op investeren. Het zit er nou eenmaal en je ziet het straks niet in het eindresultaat. Wat wil ik hier nou nog aan doen? Ik wil hier toch nog gewoon het een en het ander aan veranderen. Ik ben op zich vrij tevreden. Ik vind de auto er mooi op staan. Ik vind de achtergrond mooi en de ondergrond. Ja, ondergrond is ondergrond. Dus daar lig ik niet zo wakker van. Uh, maar toch wil ik gewoon een klein beetje het contrast omhoog halen. Ik ga bijvoorbeeld een aanpassingslaag curve maken. En ik zorg dat die tussen mijn laag klonen en krop in staat. En daarop ga ik gewoon het contrast een klein beetje verhogen. En ik ga ook nog een curve maken die wat lichter is. En daar zet ik het masker van op een negatief. En vervolgens ga ik gewoon lekker met een kwast aan de slag. Een beetje een grote kwast. Zoiets als dit op een dekking van, nou laten we zeggen, rond de 20. En met een witte voorgrondkleur ga ik gewoon bepaalde delen accentueren. En ik ga eigenlijk een beetje over de lichte gebieden heen. Op deze manier ga ik die lichte gebieden er nog een klein beetje meer uithalen. En je zult heel goed zien wat er gebeurt als ik dadelijk gewoon de laag even uit en aanzet. En ik ga zo over de lichte accenten heen. Kijk, dit is uit en dit is aan. Het springt gewoon net even dat kleine beetje meer. En dat kun je ook doen op de andere manier. Met iets donkerder. En ga dan niet meteen in alle donkere gebieden schilderen, want dat betekent dat het namelijk al snel helemaal zwart wordt. Maar je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou de gebieden die eigenlijk nog net iets te veel aandacht vragen, die maak ik hiermee een klein beetje donkerder. En ook hier weer het verschil. Deze twee kun je eventueel nog gewoon groeperen. Selecteer ze samen en druk op Ctrl-G om ze in een groep te zetten. En zo heb ik een klein beetje aan doordrukken en tegenhouden gedaan. Ik voeg nog een contrastlaag toe. En ik gooi het contrast een klein beetje omhoog. En ook gooi ik nog een. Kleurtoon verzadigingslager overheen. Ondanks dat dit al een hele donkere auto is. Uh, officieel is hij donkerblauw, maar hij oogt meer zwart. Maar zou ik de verzadiging helemaal opengooien, dan zie je dat hij blauw is. Dit is echter uh, ja, drie keer niks. Laat ik het netjes houden. Maar een klein beetje meer verzadiging, dat geeft hem toch net iets meer uh, cachet. Het haalt even net het klein beetje zwart-witte eraf. En dit is vervolgens wat ik ermee gedaan heb. Als ik nu de foto wil uitsnijden, dan hou ik gewoon de Ctrl ingedrukt en ik klik op mijn laag krop. De grijze delen worden dan geselecteerd en met Ctrl-Shift-I keer ik het om en druk ik op afbeelding uitsnijden. Vervolgens gaat Photoshop aan het rekenen en hou ik alleen dit over. Hiermee zou ik weer verder kunnen werken door bijvoorbeeld uh, het canvas te gaan vergroten. Als ik bijvoorbeeld zeg van nou, ik selecteer de onderste laag, ik hou de Ctrl ingedrukt. En dan komt er een laag onder. Deze laag die kan ik gaan vergroten. Mijn canvas gaan vergroten. Dat doe ik met Ctrl Alt C. En ik werk in dit geval in centimeters. Op een resolutie van 300 DPI zie je dat 50 megapixel toch gewoon een lekkere brede foto oplevert. En als ik bijvoorbeeld zeg van nou ik wil daar een uh, halve centimeter omheen. Dan doet Photoshop dit. Ik vul dit eventjes gewoon netjes met zwart. En ik wil hier bijvoorbeeld nog een klein randje omheen. Wederom van 5 mm. En het vervelende is dat ik hier dus eigenlijk, omdat ik in 16-bit werk, geen vulling kon kiezen. Maar ik wil hier eigenlijk een wit randje. Ik druk op Ctrl J en ik kopieer daarmee die onderste laag. Nu ga ik deze laag ga ik vullen met wit. En dat doe ik met Alt Backspace. En vervolgens ga ik. Nog een randje toevoegen. En in dit geval gewoon uh, 15 mm. En die wil ik compleet zwart hebben. En zo krijg ik er ook nog gewoon eens een mooi kadertje omheen. En op deze manier maak ik dus een foto van begin tot eind. En zie je dus eens wat dat inhoudt. Volgende week ben ik er weer met een nieuw filmpje. Ik heb nog geen flauw idee wat ik dan ga doen. Tot die tijd. Geniet er gewoon lekker van. Heb een uh, leuk oud, eind en nieuw. Dat is toch ook weer binnenkort. Dit is immers het laatste filmpje van dit jaar. En je spreekt me volgend jaar weer. Doei doei!